Goedemorgen, vandaag is het de bierbrouwerijdag. Nou maak ik voor een bierbrouwerij bieretiketten. En dat is voor brouwerij de kip. Teken ik allerlei kippen. Misschien kunnen we zo'n kip tekenen. En laten we ook gelijk bier tekenen. Doe je mee? Ik hou op zijn tijd ook wel van een biertje. Ik vind ook bier lekkerder dan pils. Maar dat komt omdat ik 6 jaar in Antwerpen heb gewoond. En in België drinken ze geen pils. Tenminste, drinken ze wel pils. Maar als je eenmaal bier hebt geproefd, dan hoef je geen pils meer. Goed, dat is mijn motto. Of mijn idee. Een bierflesje. Laten we dat eens eerst tekenen. Nou. Dus misschien niet het beste bierflesje ooit, maar goed. Reflectie hebt, bierflesje. Kroonkurkje. Zo, een etiketje erop. Bier. Zo. Nou goed, een bierflesje. Maar wat ik jullie eigenlijk wil laten zien. Hè, hebben we al eens een keer een bierglas ook getekend? Ik weet het eigenlijk niet. Laten we dat ook nog maar even doen. Een bierglas. Bierpul hebben we al wel getekend, geloof ik. Hè? Ja. Een bierglas. Zo, flinke schuimkraag. Belletjes die in het bier omhoog gaan. Zo. Een bierglas. Hier ook weer wat schaduw bij. Ik kan natuurlijk ook nog hebben ze op een spiegelende tafel staan. Zo. Dan krijg je zo wat spiegeling op de tafel. Goed. Hoe ziet zo'n kip er nou uit die tekenen dan? Hè? Bijvoorbeeld voor brouwerij de kip. Nou, laat ik daar eens een kip van laten zien. Hij vindt het bier erg lekker, de kip. Zo. Zijn snavel zit vandaag wel een beetje raar in elkaar. Die moet eigenlijk zoveel ronder lopen. Maar goed. En er zit hier nog een neusgat zo. En zo ziet die kip er ongeveer uit. Dan heeft hij vaak nog een biertje in zijn hand. En hij is natuurlijk helemaal in kleur. Ik zou het eens opzoeken. Brouwerij de kip. Met het kippenbier. Als je al bier mag drinken, zou ik dat zeker eens proberen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.